Yo guys, Glitch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag is Star Wars EA Battlefront 2 open beta. En ik zeg, dit is de beste beta tot hier toe. Waar ik ooit heb gespeeld. Maar wel is mijn disclaimer. Het spel ziet er heel brak uit bij mij, wat ik wel eventjes zeggen. Maar dat maakt niet zoveel uit, want ik heb een unopened crate. En ik ga die voor deze aflevering open doen. Dus dat is een daily crate. En laten we die gewoon openen. Ik heb een gouden kaart en een bronzen en een zilveren. Dus dat is eigenlijk heel mooi voor de video. We gaan eerst beginnen met de bronzen. 20 crafting parts. Disruption. Oké. Okay. En nu het gouden. Oei oei oei. Holy shit. Die kaart is super overpowered. Oh, die wou ik hebben. Oké, dat komt mooi uit. Oké, dat begint hier dus al goed. Maar vandaag gaan we multiplayer spelen. En wij gaan Galactic Assault doen. Oké, dit is in de game. Ik zal gewoon eerst met Assault spelen. Ik heb ondertussen ongeveer al 15 uur op de game. Dus ik heb wel al wat gespeeld. Dus kijk, dit is de game. Het ziet er helemaal niet zo goed uit bij mij. Maar dat maakt niet uit, zolang ik maar kan spelen. Daar is een clone trooper en die moet ik fucking neerknallen. Kijk hè. Oh godver. Nee, nee, nee. Kijk hè, shotgun in de muil. Waar zei hij, joh? Voilà, was hij. Oeh, jongen, nog één. Voilà, hier is ze. Oh, nog één. Oh, drie player killstreak, dat gaat hier goed. Oké, die derde kill was een beetje een killsteal. Lekker een granatendelermuil. Ja, vier player killstreak. Voilà, vijf player killstreak. We kunnen verder pushen, laten we dat ook gewoon doen. Ah, mijn mannen en mijn vrienden lopen allemaal daar, jongen. Dus ook in deze game dat je... Oh, nee, nee, nee. Ik moet mijn teammate redden. Ja, te laat. Ik heb hem wel gekild, maar... Oeps, mijn teammate is wel dood gegaan. Oké, okay, hier is een Iron Disruptor en die moeten ze oppakken. Oh jongen, godverdomme. Wat gebeurde daar? Maar ik heb dus mijn nieuwe ma... Oh, ik kan dit iets doen. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus nu als MTT zelf spelen. Ik ben fucking benieuwd wat dit gaat geven. En die? Oh jongen, je gaat me niet aanvallen, dik zeg. Waar zijn we, jong? Ik zie niemand. Wat is dit? Oh. Oké, dat werkt. Holy jongens toch. Kom dan. Gaan we overlopen of wat? Dacht het niet. Dacht het niet, vriend. Ik zie je wel. Oh, ik ben er gewoon uitgespannen. Hier. Oh, Ray, jongen. What the fuck, ineens Ray. What the fuck. Ik zal eens... Ik heb nog nooit met dit gevlogen. Nu gaan we eens in de lucht gaan. Het zijn gewoon een vulture droids, maar er zijn meerdere. En dit ding doet amper damage. Oh. En het ding is niet zo goed. Oh, wacht. Ik kan een nieuwe pakken. Oh, we pakken dit ding, joh. Ze zijn niks tegen mij. Dit is een Hyena Class Bomber. Ik ben fucking level 9 met dat ding. Ze kunnen mij niet beaten met dat ding. Kom dan! Ik ga trouwens met iemand anders in de lucht spawnen. En liefst gewoon een TIE Fighter. Time om een verhaal te nemen, neem ik aan. Oh jongen, godverdomme. Oi oi. Oi oi, wat is er aan het gebeuren? Oh. Ja, hier, ik zit recht op zijn teel. Kom dan. Ja, ik heb hem, hier ze, komt ervan. Oh, ik had de. Oh, ja, wauw. Oh, oh, die droid kan rollen, maar heel logisch. Ik had hem geraakt, maar niet zo hard precies. Oh. Oh lol. Geen idee wat er allemaal aan het gebeuren is. Oké, nu gaan we met de Super Battle Droid spelen. Holy shit. Oh jongens, ziet dat aan. Dat is toch geil, jongen. Oh, sorry, ik moet niet overdrijven. Oh. Oh jongens. Oh, ik heb die eliminate. Holy shit, was een nipte. We hebben nog maar 13 man. Hoezo, what the fuck? Wee, vliegen. Yay. Oh. Oh. Yeah, lekkere double kill daar. Oh, verder pushen. Ik kan ervoor zorgen voor de... Holy shit, hoe fucking lekker ben ik aan het gaan. Oh, wow. Ik was de enige goede speler ofzo in mijn team. Oké, ik moet nu overdrijven. Dus dit is een clone trooper. Dus een clone trooper phase 3 armor. Kijk eens hoe mooi dat eruit ziet op mijn PC. Heerlijk. Kijk, in het begin heb je altijd van die hele leuke vieze specialist.
die hoort aan het eind van de map te schieten. En zo was ik bijna dood trouwens. En ja, je kunt van first person en third person switchen voor die ene die door dat die zo heel eventjes verwacht waren. Hey, droid. Rustig, hè, man. Oh, ja. Granaat op alle muil, jongen. Kijk, dat is de eerste. Ja, oei. Ja, holy fuck. Godverdomme, er zijn er veel. Oké. Ik heb mijn shotgun aan. Holy shit! Oh. Oh, dat was een kill assist. What the fuck? Wat voor een dikke play was dat, man? Oké, en nu moeten we erop schieten, man. Ja, dat gaat niet anders. Ah ja, en nu is mijn gun overheat. Oh, voilà, en ik had hem nog. Nice. Oei. Ik wil mijn kills er niet weg. Dit is echt. Ja, waar anders? Ah, jongen, ik zie niks. Ah ja, niks en dood. Ah ja, nu ben ik dood. Er waren er echt veel te veel. Auw, van waar? Holy. Oeh! Waar kom jij, jongen? Sorry, slaat die wat er zo cool is aan heavy. Oh, wow. Kom dan, bitches. Ik kan niet liggen, die granaat was echt goed. Oeh, jongen, wat doe jij hier? Godverdamme. Oh, ik heb genoeg points voor een hero. Oeh, mannen, ik kan als Ray spelen. Hey, in de Clone Wars. Trouwens, ik suk echt met Ray, maar dat maakt niet uit. Het is voor de video. Ik ben gewoon voor de video, Ray. Fucking nice. Oh, wow. Oei, die MTT is hier. Oei, nu gaan we dichtbij schieten, dat is niet de bedoeling. Kom aan, manneke, lopen. Oei. Oh, bitch. Hier. Pak aan. Hier. Oh. Nee, what the fuck? Dat sloeg op niks. Ik was er niet. Ik heb het helemaal afgefokt. Ik vind de Ray echt zo verschrikkelijk slecht. Dat Maul is zo brub. En Maul was ook weer al brub. Maar dat is geen brub. Ah, oh, Maul! Hey, kom dan, Maul. Dikzak. Oh. Voilà. Hier is de dikzak. Dat is een backreep. Oh. Oh, de poort is ingestort. Ah, oh, eindelijk. Oei. Nu moeten we gewoon alle tickets opdoen. Het is echt gewoon tijd voor heavy. En iemand is aan het solo. Mag jij gewoon niet aan tweeo zijn? Nee. What the fuck? Hier zijn vieze peldroids. Kom dan, piek dan nooit. Of we doen dit. Oké, dat doen we niet, dat doen we. Well, that escalated quickly. Oh, ja zeg, nu wil die deur niet meer open gaan, dat is debiel. Hier jongen, wat zit jij hier te doen? Dat is niet van u, mijn vriend. We moeten nog 36 mannetjes killen en deze throne room houden. Oh. Ik had een triple kill met dat ding, jongen. Oh, als er nog maar 15 mannetjes zit, moet het toch wel lukken, zeker. Wat zit jij daar? Oh ja, dat maar mijn bikes, ja natuurlijk. Maar waarom kan je al niet met een stomme jumptroep spelen? Hier ze. Oh, ik zijn dood. Nu heb ik genoeg points om een Wookie te zijn, dan kan ik ook geen Wookie zijn. Oh, ik ga dood. Allemaal dood, jongen. Hey, ik had er ineens 3 gekillt ofzo. Nee, wacht. Doe normaal. Als we dit verliezen, is dat fucking bullshit. Ik kan niet verliezen door fucking overtime. Doe normaal. Nee. Oh, dit is hoe wij die verliezen. Doe de fucking normaal. Ik kan deze niet. Nee, dat is fucking bullshit. Wat? Hoe kunnen wij verliezen door fucking overtime? Die overtime was langer dan de game zelf. Ik had zeker ook een langere killstreak dan 2. Mensen, ik ga de video van vandaag wel afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik vond het echt super tof om te spelen, dus.
Vond je het leuk? Was het een blauwe omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer nog een video van Star Wars EA Battlefront op een beta. Ja, daar is een klein probleempje. Ik heb helaas geen beeldmateriaal meer van de beta. Dus je zult moeten wachten tot de full game uit is. En dan gaan er zeker nog heel veel video's komen van Battlefront 2. En ik zeg, ciao.